Vormen die je getekend hebt, die kun je selecteren. En dat betekent dat je ze vast kunt pakken en dat je er iets mee kunt doen. En daarvoor gebruik je dit pijltje, wat er in de linker toolbar staat. Je klikt gewoon op een object en dan krijg je een stippenlijntje. En dan kun je hem oppakken en verplaatsen. Je kunt hem groter maken en kleiner. Je kunt hem ook draaien door het hendeltje bovenaan vast te pakken. Je kunt hem ook zelfs smaller maken en breder. Je kunt hem zelfs spiegelen. Het geldt voor één object, maar ook voor meerdere. Nu heb ik alleen dit hartje geselecteerd. Maar als ik vervolgens de cirkel erbij wil, dan klik ik gewoon op het cirkeltje en het vormpje daarachter. Nu is alles geselecteerd en dan kun je dus ook alles bewegen. Of alles groter maken of kleiner en draaien. Nou, wil ik nou het cirkeltje niet meer geselecteerd hebben, dan klik je er nog een keer op en dan heb je alleen de andere twee nog geselecteerd. Je kunt ook als je het pijltje hebt geselecteerd en je wil even niks meer selecteren, klikken ergens buiten je selectie op de achtergrond en dan is je hele selectie verdwenen. En je kunt ook een gebied selecteren door op de achtergrond te klikken en een gebied kader te trekken eigenlijk. En op die manier alles wat binnen het kader valt wordt dan geselecteerd. In dit geval alles in één keer.